Loop je binnenkort een marathon of een vierdaagse? Ben je binnenkort jarig? Ga je trouwen? Of iets speciaals doen? Kom in actie voor jouw favoriete goede doel. Kies uit meer dan 1500 goede doelen. Meld je nu aan en start je eigen actie op geef.nl. De nieuwe gemeente Meijerijstad begint steeds meer vorm te krijgen. Woensdag presenteerden de colleges van Veghel, Schijndel en Sint-Oederode het huisvestingsplan dat nu aan de gemeenteraden wordt voorgelegd. Wij hebben als colleges, als je kijkt naar de huisvesting, een werkgroep gevraagd om een onderzoek te doen naar wat de beste huisvestingsvariant zou zijn voor de nieuwe gemeente, voor de gemeente Meijerijstad. Die hebben een heel onderzoek uitgevoerd voor ons en zijn uiteindelijk tot een voorstel gekomen wat wij in feite in belangrijke mate hebben overgenomen. Het stadhuis van Veghel wordt het centrale dienstverleningscentrum. Het voorstel is dat de kern van de huisvesting in Veghel terechtkomt. Dus de ambtenaren die komen vrijwel allemaal in het gemeentehuis van Veghel terecht. We hebben ook gezegd dat het gemeentehuis van Sint-Oederode, dat is wel historisch van heel erg groot belang. Het is belangrijk dat dat gemeentehuis ook toegankelijk blijft. Dus ons voorstel is, maar de gemeenteraden moeten daar uiteindelijk ook met elkaar nog over spreken, over het totaalverhaal. Ons voorstel is uiteindelijk om de raad in combinatie met de Griffie in Sint-Oederode te huisvesten en alle overige ambtenaren in het gemeentehuis van Veghel te huisvesten. De mensen die op de drie verschillende werven werken, daar gaat dit voorstel niet over. Die drie werven blijven gewoon intact. In Schijndel en Sint-Oederode komen servicepunten. Dat betekent dus ook, als je mij hoort spreken over Schijndel en Sint-Oederode, dat het voorstel is om het pand wat in Schijndel staat niet te gebruiken meer als locatie. Ook niet te gebruiken als locatie voor een servicepunt. En in Schijndel is het uiteindelijk de bedoeling dat het servicepunt, hè, want er komen wel twee servicepunten, dat het servicepunt in Schijndel wordt ingericht in het Spectrum. In het gemeenschapshuis van Schijndel en dat het servicepunt van Sint-Oederode, logischerwijs, hè, omdat ik ook heb aangegeven dat de gemeenteraad daar wordt gepositioneerd, in het gemeentehuis van Sint-Oederode te positioneren. De inwoners van Sint-Oederode en die uit Schijndel, die hoeven niet per se naar Veghel te komen. Die kunnen voor de rijbewijs, paspoort, geboorteaangifte gewoon in hun eigen woonplaats terecht. Klopt, want die servicepunten die gaan daarin voorzien. En daarnaast moet je natuurlijk ook realiseren naar de verdere toekomst toe dat zaken nog meer digitaal gaan. En op het moment dat je niet digitaal werkt, dat het ook heel goed mogelijk is naar de toekomst dat een ambtenaar bij je thuis langskomt om met jou eventjes iets in te vullen als je bijvoorbeeld geen computer zelf hebt of het heel erg ingewikkeld vindt. Dus je maar naar de toekomst gericht zullen er ook nog veel meer mogelijkheden zijn dan er nu zijn. Maar ik kan inderdaad bevestigen het antwoorden op de vraag van kan je voor een paspoort en een rijbewijs nog steeds in die servicepunten terecht? Ja. Alle ambtenaren, of tenminste het grootste gedeelte van de ambtenaren, die moeten naar Veghel toe. Is het stadhuis in Veghel daarop voorbereid? Nog niet. Dat is ook de reden dat een onderdeel van het voorstel is dat er behoorlijk verbouwd moet gaan worden in Veghel. Wij hebben dat laten uitrekenen. Dat moet ongeveer 5 miljoen euro kosten. Aan de andere kant is het zo, als je bijvoorbeeld over nieuwbouw hebt, dan heb je het over vele tientallen miljoenen. Maar goed, 5 miljoen euro, ik heb het niet op de bank staan, dus het is best wel een bedrag. Maar dat is nodig om uiteindelijk ook een flexconcept neer te zetten in ons bestaande gemeentehuis. Om ervoor te zorgen dat ook alle medewerkers via dat nieuwe concept op een goede manier gehuisvest kunnen worden en ook een plek hebben straks om te werken. De ambtenaren van de drie gemeentes die zijn ingelicht over de huisvestingsplannen en het woord is nu aan de gemeenteraden. Hun besluit wordt medio december verwacht. In Volkel gaat volgende week de eerste schop in de grond voor het bouwplan Volkel West 2. Vliegtuiglawaai hield de woningbouw jaren tegen. En nu de vliegroutes zijn omgelegd, kan het braakliggend terrein bouwrijp worden gemaakt voor de bouw van 16 woningen. De basisschooljeugd nam woensdagmiddag bezit van de bibliotheek in Uden. Ze konden zich daar oriënteren op alles wat met techniek te maken heeft.
Techniek is stroef, zo heette de activiteitenmiddag. Nou, het is een idee, of liever gezegd een samenwerking tussen het onderwijs, dus de basisscholen hier in deze regio, het bedrijfsleven en gelukkig ook de overheid. Want met die drie zul je toch heel veel dingen moeten doen om straks toch leerlingen te krijgen voor de keuze voor techniek. De overheid probeert de jeugd al jaren te interesseren voor techniek. Helemaal waar. Je mag die techniek absoluut niet vergeten, want het komt werkelijk waar overal in voor. Je komt het in elke branche tegen. Daarom zie je ook heel vaak de combinatie tussen zorg en techniek. En dat je dus ook daarin gaat samenwerken. De bibliotheek van Uden was woensdagmiddag dan ook een walhalla vol met techniekmogelijkheden. Nou, ze kunnen juist heel veel dingen doen, maar vooral dingen zien en wat ze niet leuk vinden. Daardoor komen ze steeds dichterbij wat ze wel leuk vinden en gaan ze respect krijgen voor datgene wat toch de handen en voetjes, het werk hier in deze regio heel veel bepalend is. Maar het leuke is natuurlijk om zelf bezig te zijn. Nou ja, weet je wat heel gaaf is, zijn gewoon de robots. Daar gaan ze straks in de toekomst heel veel mee werken, maar ook het programmeren is een heel belangrijk iets. Maar ook de handjes moeten wij niet vergeten. Dus het is heel veel dingen doen, het heel veel dingen over dingen nadenken, maar ook een stukje duurzaamheid. Ik zag ook iemand lesgeven. Het leek wel een professor. Dat was ook een professor, maar wel eentje van de fun factor. Die heeft inderdaad ook net even de openingsact samen met wethouder Thijs Vonk geregeld. En het was gewoon gaaf. Thijs Vonk heeft zijn handen wederom in het vuur gestoken voor Techniek is Stroef. Het evenement wat hier in de bibliotheek al jaren een succes is. Opvallend ook, het Udens College staat hier. Niet alleen het Udens College, we hebben ook ROC De Lijgraaf, maar ook gelukkig het bedrijfsleven. We hebben Createch, een nieuw fenomeen wat in Noordkade in Veghel actief is. En zo zie je dat er heel veel mensen gewoon graag aanwezig willen zijn. Nu in Uden, ik kan me indenken dat Veghel ook zegt van wij gaan ook Techniek is Stroef doen. Nou, daar zijn we ook alweer 15 jaar actief en volgende week, de 14e oktober, zijn wij in Veghel. De werelden van techniek in de Biep in Veghel. Dus vanaf 2 uur, ook daar steekt wederom een wethouder zijn handen in het vuur. Dus ben welkom en voel je welkom. Laat je informeren, laat je verwonderen en neem je kids mee. Heerlijk! We hebben er lang naar moeten zoeken, maar aanstaande vrijdag is ze er. Hij staat naast me. Danny Robben, kijken.